De infrastructuur in het dorp Klaaskreek zal vanaf nu regelmatig worden onderhouden door het ministerie van Openbare Werken. Het ministerie heeft daarvoor vandaag een samenwerkingscontract getekend met het traditioneel gezag van het dorp. Hoofdkapitein Michel Walden verwoordt in de ingenomenheid van de totale gemeenschap met de samenwerking tussen de twee partijen als volgt. Agadisi, Miki Morgubaka, na aheersenang, bevolking Sanja, Samus Kong Fukushi tak botiken wa MOU, voor wat betere ontwikkeling zou komen in Klaaskreek gebied. Na voorspreken, wie investeert aan minister? Aan een heer regeringsteam, wie investeert baka, Sandino aan een team, Basia me investeert, u me investeert, mezelf ook toe. Ah, takje, alleen passie erop en samen investeren. Tak a passie ook op bestaan die overweegt voor een boom onderhoud. Want drapen is de oud-klassiek naar het dorp. Maar wie wens na voor het klassiek in een dorpstad? Basja, met power organisatie. Met power minister. Met minister kan doen alleen moeite. Dat je project moet komen in vervulling. De kapitein gelooft dat met deze samenwerking het gebied verder tot ontwikkeling kan komen. Minister Riyad Noor Mohamed van Openbare Werken is trots om een bijdrage te kunnen leveren aan de zichtbare infrastructurele vorderingen in het gebied. Het is spectaculair. Het is geweldig. Ik denk dat we zijn van OW, maar OW is infrastructuur, maar ik zou echt de staf eens een keer zeggen, ga een keer een kijkje nemen wat er daar gebeurt aan ontwikkeling. We zullen dat organiseren, we hebben bus. Misschien moet NPU dat organiseren voor een rondleiding, dan ga je dat zien. En dan rij je ook over de wegen die nu van OW zijn. Toch, maar het is spectaculair. Ik ga u zeggen, meneer Sandino Basha en hoofdkapitein. Ik was zo onder de indruk. Toch, toen ik het verhaal hoorde van die mahoniebomen, de cacao teler, de andere meneer die ook sprak over andere initiatieven. Die veehouder, nee geen veehouder, paardhouder. Die ook plannen had, et cetera, of waarmee ze bezig zijn, dat ik de president onmiddellijk op de hoogte gesteld heb. De minister vroeg zijn personeel om ook getuige te zijn van de ontwikkelingen in Klaaskreek en omgeving. Hij noemde de gemeenschap in het gebied een voorbeeld van moedwilligheid.